Oké, dames en heren, welkom bij de oriënterende ronde. Waar we één informerend stuk op de agenda hebben en dat gaat over het bestuurlijk manifest. Maar ik wil eigenlijk eerst naar agenda punt 2 bij u wel vinden en dat is het vaststellen van de agenda. Heeft er iemand wijzigingen? Ja, ik heb een voorstel. Ik wou graag het tweede ingekomen stuk, het verzoek om aannemen motie en ondertekenen petitie stop afvalwater Twente agenderen. Oké. Zullen wij daar dan 4A van maken? Ik vind het prima. Nou, dan gaan we dat doen. Verder geen wijzigingen. Dan gaan wij naar het spreekrecht. Heeft zich één inspreker gemeld. Dat is de heer Bron uit Klooster Haar. Meneer Bron, welkom. U heeft, volgens mij weet u dat, 5 minuten om uw verhaal te doen aan de gemeenteraad. Goed. Over de onroerend zaakbelasting, daar wordt al heel vaak gesproken. Zeker op feestjes en partijen. Maar ik wil het vanavond er ook even over hebben. Meneer de voorzitter, geachte gemeenteraad. Namens de stichting Klooster Haar wil ik u deelgenoot maken van het probleem dat wij als stichting hebben met de opgelegde aanslag van de onroerend zaakbelasting 2015. In 2013 zijn wij in Klooster Haar gestart met de revitalisering van het dorpshuis. Het Haarschut, of zoals wij het in het dorp zeggen, het pimpen van het dorpshuis. De bevolking van Klooster Haar had duidelijk aangegeven dat er iets moest gebeuren aan het dorpshuis. Alles was gedateerd en daardoor ook niet meer zo aantrekkelijk voor bezoekers. Het bestuur zag dit ook terug in de exploitatie van het gebouw. Er dreigde een continue negatieve exploitatie te komen. Met grote inzet van vrijwilligers en met behulp van de nodige subsidies, waaronder een bedrag van 12.000 euro van de gemeente Hardenberg, is het dorpshuis gepimpt. Het resultaat hebben een aantal van u al kunnen zien. Het heeft er ook toe geleid dat er een omkeer kwam in de exploitatie. Wij kwamen uit de negatieve cijfers langzamerhand weer in de plus. Tot juli 2015 was dat het geval. Want wat gebeurde er toen? Meneer de voorzitter, de gemeentelijke aanslag onroerende zaakbelasting viel bij ons in de bus. En dat was geen misselijke. Als een donderslag bij heldere hemel kwam de keiharde boodschap binnen. Of wij maar eventjes 2100 euro meer wilden gaan betalen. 3621 euro in plaats van 1516. Meneer de voorzitter, u zult wel begrijpen dat wij verbazing en ongeloof bij ons overheersten. Was toen de tijd de gemeentelijke subsidie verstrekt om wat extra belasting te kunnen heffen? De verbazing sloeg langzamerhand om in woede. Dit kon toch niet waar zijn? Zonder fatsoenlijk overleg of vooraankondiging mag de stichting in één keer 2100 euro meer gaan betalen. En zijn alle inspanningen om een gezonde exploitatie te bereiken in één klap weer ongedaan gemaakt. Uit de kleine rondgang door de gemeente blijkt dat meerdere dorpshuizen en multifunctionele accommodaties met ditzelfde probleem zijn geconfronteerd. Ook het plaatselijke zwembad, de Bargens in Klooster Haar, had het probleem. Het kon niet anders of hier moest ergens een ondoordachte actie hebben plaatsgevonden. Althans in onze gedachten. Als stichting hebben wij maar besloten om eerst maar eens even de koninklijke weg te gaan bewandelen door bezwaar aan te tekenen. In het kort hebben wij de volgende argumenten aangevoerd. De opgelegde aanslag brengt de exploitatie op een negatieve uitkomst, oftewel wij kunnen hem domweg niet betalen. De verhoging is onvoorzien en onverwacht opgelegd. We hadden ons dus niet kunnen voorbereiden. Door het college is in het proces van de hertaxatie naar onze mening onzorgvuldig te werk gegaan. Het Rijksbeleid geeft aan dat de gemeenten de onroerende zaakbelasting niet zomaar mogen gaan verhogen. De wettelijke kaders die gehanteerd zijn, zijn naar onze mening ook niet helemaal gevolgd. Op 12 januari heb ik de gelegenheid gehad om het bezwaar nader toe te lichten. En wat schetst mijn verbazing? Ik werd te woord gestaan door een juridische medewerker en een behandelend ambtenaar. Ik had verwacht dat het bezwaar kon worden toegelicht in een onafhankelijke commissie. Ik wilde aanvankelijk het gesprek opnemen,
Maar ik heb eerst maar gevraagd of er ook een verslag gemaakt werd. Dat zou worden gedaan. En ik heb ook gevraagd of ik die mocht ontvangen. Ook dat is toegezegd. Ik heb het verslag gekregen, alleen het is een gedeeltelijk verslag. Alleen de punten over de waardebepaling van de taxatie, die zijn opgenomen in het verslag. En alle andere argumenten die aangevoerd zijn, zijn niet teruggekomen in het verslag. Tijdens het gesprek werd gesteld dat alleen de taxatiehoogte beoordeeld zou worden. Alle andere argumenten werden niet in behandeling genomen. Ook het verzoek om te komen tot een betaling op grond van de wet dwangsom bij niet tijdig beslissen werd niet in behandeling genomen. Kortom, hoe serieus wordt de burger genomen? Tijdens de zitting heb ik aangegeven dat bij een niet gunstige beslissing wij twee wegen zouden gaan bewandelen. De eerste weg, uw raad informeren. De tweede weg, wij gaan in beroep. Op 4 februari kreeg ik de beschikking op het bezwaarschrift. Nou, een kleine neerwaartse bijstelling van de waarde van het pand was de uitslag. Oftewel 5% minder waarde. Nou, dat zet ook echt geen zoden aan de dijk en lost ons probleem niet op. Inmiddels hebben we ook wel wat juridisch advies ingewonnen en dat zullen we ook wel gaan gebruiken bij het beroep eventueel. Meneer de voorzitter, tot slot zou ik uw gemeenteraad willen vragen te onderzoeken of het mogelijk is om een kwijtscheldingsregeling te introduceren voor dorpshuizen en aanverwante gebouwen. Een andere mogelijkheid zou misschien wel zijn of u eventueel een subsidieregeling in het leven zou kunnen roepen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Is er behoefte aan een reactie of een vraag vanuit de raad? Mevrouw Juring zie ik. Mevrouw Juring. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, best wel een schokkend verhaal als u dit zo hoort. Ik vroeg mij af, u heeft met meerdere dorpshuizen contact gehad. Weet u ook of hun in beroep gegaan zijn? Is er een soort samenwerking ontstaan tussen die dorpshuizen? Voor u zover dat weet, want u pleit eigenlijk voor kwijtschelding voor dorpshuizen. Maar praat u nu namens Haarschut of al meerdere dorpshuizen of multifunctionele centra? Er is contact geweest met de voorzitter van of penningmeester van het bestuur van Marienberg. En er zijn een aantal mailwisselingen geweest tussen de diverse instellingen. Waarbij de optie is om ook in gesprek te gaan met het college over allerlei zaken. Duidelijk, voor u, mevrouw Jurk. Meneer Stelstra. Dank u wel, voorzitter. Als ik het goed begrijp, dan is de hertaxatie eigenlijk de kern van het probleem. U gaf aan dat naar uw mening ook een aantal wettelijke kaders niet zijn gevolgd. Daar ben ik wel benieuwd naar welke wettelijke kaders u het over heeft. Kunt u daar wat over zeggen? Daar kan ik iets over zeggen, uiteraard. Het is wel een technisch gebeuren. Kijk, de wetbepaling, waardebepaling onroerende zaken, die kent een aantal procedurestappen. Waaronder kennisgeving naar de belanghebbende om tijdig geïnformeerd te worden wat voor taxatie er gaat plaatsvinden. Nou, dat soort zaken hebben niet plaatsgevonden. Wij kregen de aanslag op de deurmat en voor die tijd was er dus geen overleg geweest. Nou, zo zijn er nog wel wat meer van die zaken waar aanmerkingen op gemaakt kunnen worden. En u was niet op de hoogte dat er een hertaxatie zou plaatsvinden? Wij waren daar niet van op de hoogte. Heeft u ook al rechtstreeks overleg gehad met het college van BNW? Nee, daar hebben we nog geen overleg mee gehad, geen rechtstreeks overleg. Maar ik heb gemeend om nu, hier is het wel gebruik te moeten maken van het spreekrecht. Ja, omdat wij mogelijkerwijs ook in beroep gaan. En mogelijkerwijs, ik weet het niet of dat nog zal plaatsvinden, dat er een tussentijdse oplossing kan komen waardoor we geen beroepszaken hoeven te doen. Dat zou mijn voorkeur hebben. Ja. Maar ja, we zitten aan termijnen. Het is heel goed dat u hier komt inspreken. Maar mijn advies is toch om eerst even met het college in overleg te treden. Ja. Okay. En tot slot, meneer Dogger. Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die ik heb is een beetje een aansluiting op... op een vraag van de heer Stelstra. Kunt u ook aangeven waarom
niet op die andere argumenten van u is ingegaan. Ja, het werd procedureel afgedaan, maar dat bevreemdt mij een beetje. Want in het algemeen ga je toch in zo'n bezwaarfase op alle argumenten in en niet alleen op het argument rondom de waardevaststelling. En de tweede vraag, die zit eigenlijk meer een reactie op uw suggestie om een soort kwijtscheldingsregeling voor dorpshuizen. Dat klinkt natuurlijk heel sympathiek, alleen ja, dan kom je al gauw tot de vraag van ja, maar waar ligt dan de grens? Er zijn natuurlijk heel veel sociaal, cultureel, maatschappelijke instellingen, sportverenigingen. Die zullen dan uit waarschijnlijk dezelfde gronden zeggen van ja, maar wij doen ook heel goed maatschappelijk werk en kunnen wij dan ook geen vrijstelling krijgen. Dus dat vind ik nog wel een beetje lastig om die vraag te beantwoorden, want het gaat natuurlijk ook om veel geld dan voor de hele gemeente. Dus ik weet niet, hebt u daarover nagedacht? Want alleen een soort sectorale vrijstelling voor buurthuizen, dat lijkt me wel erg ja, lastig om dat te realiseren. Ja. Nou, ik zou ook niet kunnen zeggen van nou, het heeft deze consequentie financieel gezien. Dat weet ik niet. Want ja, elke situatie is denk ik ook weer anders. Want ik kan me ook voorstellen dat er dorpshuizen zijn die in een huurpand zitten en daar bijvoorbeeld minder last van hebben dan stichtingen die een eigen pand hebben. Ik weet ook niet hoe dat ligt. Ik weet ook niet hoe het ligt bijvoorbeeld naar sportaccommodaties of dat soort zaken. Maar ik neem aan dat het college daar zo snel genoeg inzicht in zou kunnen geven. Dus ik kan ook niet zeggen van de uitwerking is concreet met dit resultaat. Dat is duidelijk. En mijn andere vraag over van het terzijde schuiven van argumenten? Dat heb ik ook niet goed begrepen. Dan zwaaide mevrouw Van der Hoek ook nog eventjes naar mij. En volgens mij was dat omdat zij ook nog een vraag had. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank u wel dat u dit zo hier in ons midden brengt en onze aandacht ervoor vraagt. U geeft aan dat het dorpshuis is opgepimpt. Heeft u zelf de indruk dat dat oppimpen de waarde heeft vermeerderd? Oftewel, anders gezegd, heeft u dat punt aangedragen als argumentatie en zo ja, heeft u daar ook reactie op gekregen? Nee, dat heeft op zich geen invloed gehad op de waardebepaling van het pand. Omdat er dus nu gewoon een technische waardering is op basis van bouwjaren, omvang, et cetera. En niet meer op basis van de vrije verkoopwaarde. Want dat is juist ook de oorzaak van het probleem. In het verleden was het de waardebepaling op basis van vrije verkoop. En dat is omgezet in de herbouwwaarde. Dus als het pand opnieuw gebouwd moet worden, wat is dan de waarde? En dat is het grote verschil. En tot slot zag ik meneer Botten nog en dan wil ik eigenlijk dit onderwerp ook afronden. Voorzitter, onze vraag is ondertussen gesteld. Dank u wel. Dan kunnen we het onderwerp afronden. Dat is, dank u. Voorzitter, zou ik daar in plaats van meneer Botten nog een vraag mogen stellen? Voorzitter, ja. Ik sta u toe om de heer Van den Berg het woord te geven in plaats van mij. Zonder ons te willen conformeren aan de vraagstelling van de heer Van den Berg. Nou, vooruit dan maar. Ja, ik heb een verduidelijkende vraag. Heeft u zelf ook een taxateur in de hand genomen om de waarde te bepalen? Nee, wij hebben zelf geen taxateur in de hand genomen. Want de gemeente die heeft in het kader van de bezwaarprocedure een nieuwe taxatie laten uitvoeren. En wij hebben met de taxateur een goed gesprek gehad over de technische invoering van de taxatie en alles erop en eraan. Dus daar heb ik geen klagen over. Nou, volgens mij zijn dan nu echt alle vragen gesteld. Ik dank u nogmaals voor uw komst. Dan wil ik nog even bedanken dat ik van de gelegenheid heb mogen gebruik maken. Geen dank. Goed, gaan we naar het informerende gedeelte van deze vergadering. Het bestuurlijk manifest. Ik ga handjes kijken. Wie wil het woord voeren op dit onderwerp? Partij van de Arbeid niet. Ja, nee, oké. Okay. Maar ja. Botter. Rodemond. Bak. Boesma. CDA niet? CDA niet. Oké. Okay. Oh, dan gaan we wederom van links naar rechts. Ging net ook goed. Mevrouw Jurink. Ja, dank u, voorzitter. Ja, het college vraagt commitment op het proces. Alleen voor de Partij van de Arbeid is het helemaal niet duidelijk om welk proces het gaat, om het bestuurlijk manifest. En eigenlijk zouden we van tevoren dat wel eens graag willen horen van de wethouder, voordat we eigenlijk onze bijdrage kunnen doen van, ja, waar vragen wij nou commitment op?
Waar vraagt u een commitment op? Op het proces wat hier niet in staat. Zou u dat aan... Eigenlijk doet u een procedurevoorstel om eerst eventjes de portefeuille aan het woord te laten. Ja, en dan aan de inhoudelijke discussie te beginnen. Waar gaan we het nu over hebben? Kunnen wij ons daarin vinden? Wordt geknikt? Richt het de portefeuillehouder. Dat wil die. Dat is fijn. Meneer Snijders. Ja, voorzitter, graag om een toelichting te geven op het stuk zoals het voor ligt. Procedureel is het zo dat we een evaluatie hebben gedaan van de bestuursdienst afgelopen jaar. En daar zijn een aantal ontwikkelpunten uit geformuleerd die grotendeels betrekking hebben op de organisatie. Aanpassing van de topstructuur, de organisatieagenda, de doorontwikkeling van de organisatie met het BOH-best verhaal is daar naar voren gekomen. Maar ook zit er heel nadrukkelijk een bestuurlijk spoor in. Wat we als beide colleges hebben gezegd van daar moeten we ook mee aan de slag. Want we willen wel vooruit, zeg maar. De doorontwikkeling, er is geen tijd om stil te staan. De samenleving heeft bepaalde vraagstukken die vraagt van ons om op een bepaalde manier daarmee om te gaan. Dus ook in het bestuurlijke spoor hebben we een tweetal opdrachten onszelf gegeven. En de enige is de vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur, van de gemeenschappelijke regeling. Nou, dat is gerealiseerd. Maar we hebben ook gezegd, we willen de inhoudelijke samenwerking tussen beide gemeenten verder versterken. En daartoe hebben we een hoogleraar gevraagd om eens te kijken naar het gebied van Olm en Hardenberg. En hij heeft daar zijn visie op gegeven en ook gekeken van wat is het verleden, hoe staat er nu voor en waar moet je naartoe. En daar is eigenlijk dit bestuurlijk manifest uit voortgekomen. Met dit bestuurlijk manifest hebben de beide colleges eigenlijk zichzelf een opdracht gegeven om het gesprek aan te gaan met partijen in de samenleving. Om te kijken of we op inhoudelijk niveau, anders dan op de bedrijfsvoering, maar juist op inhoudelijk niveau, op een aantal beleidsterreinen de samenwerking verder kunnen gaan voeren. Maar we hebben wel gezegd van ja, het zou wel een beetje raar zijn om dat zomaar op eigen houtje te doen. Dus we willen op zijn minst de raad informeren dat we dit gaan doen. Maar eigenlijk vragen we ook, en dat doen we niet formeel. Want dat kan op een later moment altijd nog, als er andere vraagstukken aan de orde zijn. We denken dat we nog meer voordeel kunnen halen uit die inhoudelijke samenwerking. Dus dat is een opdracht die de colleges zelf hebben gegeven, zichzelf. Maar we willen wel graag de beide raden meenemen in dit proces. En daar is het commitment eigenlijk, heeft daarop betrekking. Want we willen, dat is dan het proces zoals naar voren toe zien, het komend jaar een aantal sessies organiseren met spelers uit de samenleving. Van zowel Olm als Hardenberg. Bedrijfsleven, verenigingen, plaatselijk belangen. En daar willen we ook de raad graag bij betrekken, beide raden graag bij betrekken. Maar we hebben dat nog niet uitgekristalliseerd. We hebben gezegd, we gaan eerst naar beide raden toe, we informeren ze. We horen dan wel hoe de raden erover denken. En dan gaan we dat plan van aanpak verder uitwerken. Waarbij de gedachte nu is, dat proces, dat duurt ongeveer een jaar. Waarin we een aantal sessies gaan organiseren. En dan eens kijken van hoe gaan we dat nou verder inrichten. Hoe ziet die samenleving dat ook? Hoe kijkt die daar nou naartoe? Dat is eigenlijk het proces zoals we dat ons voor ogen hebben. Voorzitter. Ja, dan zou ik graag gewoon nu willen reageren daarop. Het is aan de ene kant is het helder en aan de andere kant is het helemaal nog niet helder voor mij. Goed. In januari stond bij de actieve informatie van de gemeente het bestuurlijk manifest. Via een persbericht hebben we dat allemaal kunnen lezen. De hele bevolking kon op de hoogte zijn dat er iets was ondertekend. Nou, wij hebben dat niet op de raad gezien. We vonden het jammer. We zijn blij, in ieder geval tevreden, dat het nu wel aan de raad kenbaar gemaakt wordt ter informatie. De raad wordt om commitment gevraagd. Maar de handtekening van beide burgemeesters en beide gemeentesecretarissen staan daar al onder. Wat moeten wij hier dan als raad nog mee? Toevoegen, veranderen, kan niet meer. Het bestuurlijk manifest staat vast. Ja, wij zijn niet blij met deze gang van zaken. Wat wij houden af... De burgemeester zei net ook van we willen de raad erbij betrekken. Daar kom ik zo nog op terug, want dat vinden wij absoluut niet voldoende. De ambtelijke samenwerking is al een feit. De BOH is al een aantal jaren aan de slag.
Maar de bestuurlijke samenwerking vinden wij toch wel een grote verantwoordelijkheid van politieke partijen, van de politiek. Ik heb de standpunten van de partijen er nog eens op nagekeken, zowel in Hardenberg als in Ommen. En ja, ik moet zeggen, van daar zijn een aantal hele duidelijke voor's en tegens. Dus er is nog een schone zaak om dat bij elkaar te brengen. Het voelde eigenlijk een beetje of het huwelijk eigenlijk al gearrangeerd is, maar de partners, ja, die mogen er op laatst nog eens wat van zeggen, om het over huwelijken nog maar eens te hebben. We mogen eigenlijk alleen maar ja zeggen. Nou, dat is niet meer van deze tijd. Wij zijn als raad duidelijk, hebben duidelijk aangegeven, ook met andere zaken, dat wij meer vanaf het begin bij willen zijn. Nou, de portefeuillehouder, de burgemeester zei net al van dat er bijeenkomsten komen met de raden, organisaties en bevolking. Nou ja, fijn dat we daarvoor uitgenodigd worden, maar ja, dat is natuurlijk uiteindelijk niet de bedoeling, want wij willen van tevoren meepraten. En dat moet ook wel, omdat het een politiek besluit is natuurlijk. Wij hechten er ook aan om ons eigen gemeentelijk beleid nog te blijven voeren. We zijn nog steeds de gemeenteraad van Hardenberg. Nou, het bestuurlijk manifest leest als een prachtig verkiezingsprogramma. Echt heel mooi. Mooi beeld van onze gemeente en van Ommen. Daar kun je ook reuze trots op zijn. Maar het woord fusie wordt als een roze olifant in de Kamer niet benoemd. Meer samenwerking, maar in welke context? Binnen de BOH of erbuiten? Ja, het is voor ons nog steeds niet helemaal duidelijk. Wij hebben als fractie, wij hebben in ons verkiezingsprogramma ook staan dat er in deze periode een gedegen onderzoek moet komen naar voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie. Soortgelijke zin staat ook in het collegeprogramma. Maar of dit nou de insteek is om daartoe te komen, er moet in ieder geval meer commitment zijn over dit onderwerp tussen raad en college. Ook het bijlaten. Voorzitter, mag ik mevrouw Jurlijk even een vraag stellen? Dat mag. Als ik u zo aanhoor, en dan ga ik maar even mee in uw beeldspraak over het huwelijk. Kiest dan de Partij van de Arbeid voor uiteindelijk als einddoel dat huwelijk, of gaat u voor de latrelatie? Nou, we zoeken eerst het onderzoek, hè, van of wij tot een latrelatie komen of tot het echte huwelijk. Van daar moet eerst, en dat is ook in het collegeprogramma, dat is nog deze periode nog volop gaande. Dus ja, we hebben nog niet zo van we zeggen volmondig ja. Nee, dus u wilt ook graag onderzoeken. En als ik dan het manifest lees, daar zit ook die onderzoeksvraag. En dan denk ik van, waarom dan zoveel weerstand tegen dit plan? Want dat begrijp ik dan weer niet. Ik heb niet weerstand tegen dit plan. Ik heb alleen weerstand tegen de manier waarop. Van het betrekken van de raad. Nee, de raad is gewoon aan zet in deze. En de raad moet veel meer op de voorgrond daarin zijn. En als wij uitgenodigd worden bij een bijeenkomst waar ook andere organisaties zijn en bevolking, prima. Ja, heel mooi dat we daarbij bij betrokken worden, maar wij willen duidelijk meer. Dat hebben we ook eigenlijk als raad aangegeven al eerder. Van we willen meer op die voorgrond zitten. Ja, maar zeker dan, in zo'n politiek. Dan vraag ik u, wilt onderwerp. U dan het huwelijk of wilt u de latrelatie? Dan zegt u dat willen we onderzoeken. En dan denk ik dat het juist het heel goed is dat het onderzoek heel breed wordt ingezet. Namelijk ook het breed draagvlak in de maatschappij, in de samenleving. En dat is denk ik ook waar het college op wil sturen. We moeten ook eerst het draagvlak bekijken van wat is er ook voor draagvlak binnen die raad en binnen die raden. Dat draagvlak niet duidelijker worden als de raad ook weet wat de samenleving wil? Nou, uiteindelijk weet men wel wat de samenleving, die had met de verkiezingen van 2014 hebben ze al kunnen zien. Een aantal partijen hebben gezegd van we zijn voor, een aantal partijen zeggen van deze periode moet er duidelijkheid komen. Er zijn ook in Ommen zijn een aantal partijen zijn tegen. Dat geldt hier ook in het Hardenbergse op koers. Die zeggen van nou, het is voor ons geen toegevoegde waarde. Dus wij zullen deze periode echt met elkaar ook aan de slag moeten gaan. Ook als politieke partijen. Voorzitter, ik weet niet of het de bedoeling is dat we hier vanavond al inhoudelijk over standpunten gaan uitwisselen van of we voor of tegen zijn. Want hier wordt een hele duidelijke vraag gesteld over het huwelijk. En volgens mij moet het hier vanavond veel meer hebben over het proces. En hebben we daar met elkaar de discussie over. Dus ik wil dan ook voorstellen om ons daarop te beperken. Lijkt me een goed voorstel. Gaan we door naar meneer Botter. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, via de Stentor konden we enige tijd geleden vernemen dat professor Dr. Hospers het manifest geschreven had.
We waren verrast door het artikel, juist zo kort na de evaluatie van de bestuursdienst in eind 2015. Het voorliggende stuk wordt door het college als inspiratiedocument aangemerkt. De slotbeschouwing van het stuk is gebaseerd op een inzicht van 70 jaar geleden, waarin Hardenberg en Ommen als één en dezelfde streek worden aangemerkt. Voorzitter, een mix van een reisverslag en een opsomming van veel historische feiten, dat is het eerste wat ons te binnen schoot bij het lezen van het document met nauwelijks nieuwe gezichtspunten. Of het moet zijn dat er verder voorgesorteerd lijkt te worden op een fusie met Ommen. Voorzitter, het document is in zekere zin een troost voor Ommen. Er wordt gerefereerd aan onderscheidende elementen van beide gemeentes. Het staat letterlijk in het stuk. Een herkenning die wij vooral zien in een blijvend streven naar onafhankelijkheid in een zelfstandige gemeente. Fijn te vernemen dat die ruimte er volop is. Misschien kunt u ons nog eens even duidelijk maken wat het nut en de noodzaak uiteindelijk van dit document is. Want we hebben de geluidsband vorige week beluisterd van de gemeente Ommen. We hebben begrepen dat het stuk €5.000 gekost heeft voor 13 pagina's, inclusief de voor- en achterpagina. Het is een behoorlijk bedrag. Wij kunnen ons niet herinneren, voorzitter, dat de Raad om dit document gevraagd heeft. En graag een toelichting daarop. De burgemeester heeft een tipje van de sluier opgelicht, maar dat mag nog wel wat scherper aangezet worden. Vanuit Ommen krijgen we heldere signalen dat een fusie niet aan de orde kan zijn. En in deze raad leeft de gedachte Ommen er zo snel mogelijk bij aan te plakken. En we zijn erg benieuwd hoe u die verwachtingen gaat managen de komende tijd en hoe dat proces vorm en ook daadwerkelijk inhoud krijgt. Ook dat heeft u gezegd, maar het blijft erg vaag in onze beleving. Tot zover in de eerste termijn. Voorzitter, mag ik misschien daar even een vraag over stellen, de heer Botter? Ja. Want hij stelt heel expliciet en heel nadrukkelijk dat in deze raad het standpunt is gehuldigd dat Ommer er maar aangeplakt moet worden. Ik zou wel graag willen dat hij dat onderbouwt waar hij dat aflaat. Nu gaat u toch weer een beetje de politieke discussie aan. Daar hebben we eigenlijk net van gezegd dat we dat niet zouden gaan doen. Dus ik vind het een zwaar politiek statement die best toegelicht mag worden en onderbouwd mag worden. Voorzitter, erbij aanplakken kent vele synoniemen. Ik zal het verduidelijken. In dit gremium is meerdere malen de bestuursdienst Ommen Hardenberg is onder de loep genomen. En de geluiden die wij gefilterd hebben, en toch blij dat we een kritisch geluid horen van de PvdA vanavond, is nog steeds dat het idee hier leeft om Ommen en Hardenberg zo snel mogelijk te laten fuseren. En als dat anders is, meneer Dogger, ik daag u uit om daar nu eens een duidelijke uitspraak over te doen. Bent u voor of tegen een fusie met Ommen? En als u dat bent. Ja, dat is dus wel de politieke discussie. Ik zou daar nog een vraag aan vast willen koppelen. Hoe overtuigt u uw eigen collega's daarvan? Notabene, een landelijke fractie. U maakt deel uit van een landelijke partij. Hoe kan het in vredesnaam, zou ik zeggen, dat daar zoveel ruis op de lijst zit binnen uw landelijke partij? Met een afdeling in Ommen en in Hardenberg. Ik heb ook het gevoel dat die vraag er niet heel veel mee te maken heeft. Dus ik wil eigenlijk voorstellen als dat... Voorzitter, ik wil... Nee. Ik heb respect voor u. Maar dit gaat wel tot in de kern van dit debat. Het is geen debat. Het is een oriënterende ronde. Maar laat meneer Dogger eens antwoord geven op die vraag. Voorzitter, ik kan alleen maar concluderen dat de heer Botter geen onderbouwing geeft van zijn stelling. Goed. Dan sluiten we daarbij het punt ook nu voorzitter, af. Ik wil daar graag ruimte voor vragen. Ik wil andermaal duidelijk maken. Die ruimte geef ik dus niet. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, ook al is er veel gezegd. Ook de fractie van D66 is erg benieuwd naar een mogelijk einddoel van het proces waar commitment op wordt gevraagd. Of wordt er echt alleen maar commitment gevraagd op die eerste stap in een mogelijk proces, en dat is het gesprek aangaan met alle betrokken partners, inclusief de Raad. Als er ook een beeld is, op een of andere wijze, dat er een vervolg is aan die sessies,
zouden we toch graag ook de burgemeester nog een keer willen vragen om mogelijk vervolgstappen te kunnen schetsen in het proces. En nogmaals, mogelijk dus een einddoel daarbij aan te geven. We hebben wat vragen over de rol van de gemeente, inclusief de raad, maar ook de gemeente als geheel. Want als je kijkt naar het bestuurlijk manifest, zie je een aantal zaken opgesomd waarbij de gemeente nauwelijks of in ieder geval een hele kleine rol zou kunnen hebben. Ik doe met name op het gebied van infrastructuur en op ondernemerschap. Dan kan je als gemeente het een en ander doen in het stimuleren en het faciliteren. Maar het is ook met name echt aan die maatschappelijke partners, maar ook bijvoorbeeld aan het provinciebestuur om daar iets van te vinden. En daarmee is de rol van de gemeente wat marginaal. En dus is eigenlijk de vraag van ja, hoe zien we dan werkelijk die bestuurlijke inhoudelijke samenwerking voor ons wat dat betreft. En volgens mij kwam de PvdA er ook al mee, draagvlak van de inwoners voor dit hele verhaal. Maar ook de democratische legitimiteit van dit hele stuk. Daar wil ik graag een reactie op hebben van de portefeuille. Tot zover mijn eerste inbreng. Meneer Bak of meneer Gelling? Was er... Ik pak hem eventjes. Okay. Voorzitter, mag ik even iets tussendoor vragen aan u? Ja? Ik begin wat in de war te raken. U gaf nu net expliciet nee naar op koers dat deze discussie hier niet wordt gevoerd. Betekent het dat we alleen maar over de commitment over het proces nu gaan hebben en dus de roze olifant in de woonkamer zien staan, maar absoluut vermeden moet worden om dat bij naam en toenaam te noemen door alle fracties die nu nog gaan volgen? Want ik vond dit een manier van voorzitter die, daar schrok ik van, want volgens mij zitten wij hier toch wel naar een beeldvorming te kijken en dat emoties in deze wat hoog oplopen kan me iets meer voorstellen. Dus kort samenvast, hebben we het wel of niet vanavond over die roze olifant? Of vermijden we allemaal die roze olifant en gaan we niemand van ons daar nog over hebben, hebben we het alleen over het proces van manifest? Volgens mij heb ik gezegd, we gaan niet de politieke discussie aan. Dat is wat ik gezegd heb. Wat zitten we hier dan te doen? Ja, voorzitter, het is toch helder, we hebben het over een stuk dat hier ter tafel ligt, over het manifest dat het college ons heeft doen toekomen. En daar spreken we nu met elkaar over. En daar hoort een stukje proces bij en een stukje inhoud van het manifest. Voor mij is het hartstikke helder hoor. Meneer Bak. Dank u voorzitter. Een aantal dingen zijn door de vorige sprekers ook aangegeven. Onder andere door de Partij van de Arbeid dat het proces tot nu toe niet zorgvuldig zou zijn gelopen. De volgorde der dingen, om het maar even zo te zeggen, daar kun je altijd iets over zeggen. Wij als VVD begrijpen ook wel dat er ergens een initiatief ontstaat en dat daar actie op gezet gaat worden. Of het nou altijd even charmant is of niet, hè, daar kun je het met elkaar over hebben, maar dat is nu eenmaal zo gelopen. Wat ik wel belangrijk vind is om vandaag hier vanavond verder te praten over het proces. Wat gaan we nu verwachten en waar wordt ons commitment nu daadwerkelijk op gevraagd? En ik wil de portefeuillehouder toch echt uitdagen om op dat proces meer duidelijkheid te geven, maar ook als raad hier met elkaar meer over het proces te gaan praten. Hoe gaan we vanuit hier verder? Waar gaan we ons commitment aan geven? En de inhoudelijke discussie toch wat meer op de achtergrond te plaatsen. Want dat vertroebelt op dit moment de discussie en is ook naar mijn mening niet chic richting een raad en partijen in Ommen. Dus voorzitter, ik wil daar toch echt wel voor pleiten. Dank u wel. Een vraag aan de heer Bak, als u mij toestaat. Ik snap dat u zegt, inhoudelijk moeten we niet te diep erop ingaan. Maar bent u het op zijn minst met mij eens dat een einddoel onderdeel is van een proces? Nee, dat ben ik niet met u eens. Want in dit soort zaken behoor je zorgvuldigheid te betrachten. Je begint met elkaar ergens, er ontstaat iets. Daar worden stappen opgezet en vervolgens neemt het ook zijn loop. Dus je wilt wel weten van procesmatig welke stappen je kunt verwachten. Maar dat hoeft niet per definitie te leiden tot een einddoel. Dat einddoel dat kan nog open zijn. En ik vind ook dat we daar hier vanavond niet op vooruit kunnen lopen. Kort, meneer Boersma. Ja, dank u wel. Ik begin even met een wat andere insteek. Ik was afgelopen donderdag, toen wij fractie hadden, waren wij wat in verwarring. Wij zagen dat er op de agenda staat dat agendapunt is genoteerd als informerend. En informerend is voor mij dat wij een presentatie krijgen en dat ik gewoon kijk wat er gebeurt en dat het op een later moment wordt besproken. En ik heb aandachtig zitten luisteren naar de discussie en ik denk van hoezo informerend? Er wordt hier, nou, mevrouw Jullink heeft al even meneer Snijders gevraagd om wat te zeggen, maar informerend verre van dat. Dus ik wil dat een bezwaar maken en
gevaar af dat ik er over procedures zit te zeuren. En dan ben ik misschien wel een beetje bekend in de raad dat ik nog als procedureel vragen stel. Maar ik vind het echt procedureel niet correct wat hier gebeurt. Dat iets op informerend op de agenda wordt gezet. Dan denk ik, ik ga goed luisteren en het komt wel een keer terug. En dat het verre van informerend is. Dat is één ding. Een tweede ding is, en dat sluit aan bij de heer Bak. Toen ik het eerste keer las, dan denk ik, wat is nou de stip op de horizon? Die miste ik zelf. Maar gaande het proces van lezen en nadenken, dat is mooi dat je nadenkt. Denk je dan, ja, de dingen moeten ook maar zijn beloop hebben. En je kunt ook stippen op de horizon gaan bijstellen. Dus we gaan dit doen en ik verwacht dat de volgende periode of over 2 jaar weer een nieuwe notitie waar de stip misschien weer een beetje anders ligt. Dus daar kan ik me wel in vinden. Het proces, daar ga ik een stukje met mevrouw Juding mee, wat het proces wel jammer vindt dat het nu op tafel ligt. En dat komt ook, de onduidelijkheid ontstaat ook door de brief die wij voor hebben. Wij sturen het bestuurlijk manifest nu ter kennisname toe en vragen uw commitment op het proces. Nou, dat past hier niet bij het informerende. En toen ben ik gaan zoeken van waar moet ik nou commitment op geven. Nou, ik vind het een prachtig stuk, op 1 zin na, maar daar kom ik zo op terug. Het is een prachtig stuk, het stuk geeft richting, het stuk kunnen we echt goed bespreken. Maar het proces is me niet helder. Wat gaan we nu doen? Nou, de burgemeester zei net van we gaan met mensen praten, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Nou, dat is allemaal uitstekend, maar ik had het er graag bij de brief bij willen hebben. Dat vind ik wel een omissie, want nu moet het even uitgelegd en er wordt straks een uitspraak van me gevraagd. Mijn idee is, beschrijf nou het proces de komende 14 dagen en stel die vraag over 14 dagen nog eens. En dat bijt het stuk helemaal niet, want het stuk is toch al aangenomen. De laatste zin is, er staat 1 zin in het stuk wat mij verdriet doet. Er staat op bladzijde 6 dat de kerk is nog een belangrijke factor in deze regio. En ik heb ernstig bezwaar, en het doet me ook pijn dat het woordje nog hier staat, want het suggereert, ach jongens, over 10 jaar is het net zoals ergens anders. En ik vind het jammer dat dat in een stuk zat van de gemeente wat waardevrij moet zijn. Ik dank u wel. Meneer Breukeman, zwaar ook mee. Ja, toch nog twee aanvullende vraagjes. Ik denk, ik hoop mijn kruid eerst even droog, want ik had al verwacht dat hier een boeiende discussie zou gaan ontstaan. Even heel kort voor de portefeuillehouder, hoor ik zeggen over het proces dat ook het college van plan is om met plaatselijke belangen in gesprek te gaan. Vanuit ons dan even de oproep om ook de raad daarbij te betrekken, zodat we misschien nog beter kunnen proeven wat er in die samenleving leeft, want daar is misschien de discussie toch ook al wel flink over net. En daarnaast even de vraag, alles gehoorde hebben we hier in de eerste termijn, of de portefeuille heel kort kan schetsen wat globaal de reactie aan de andere kant van de gemeentegrens was. De portefeuille. Dank u wel, voorzitter. Nou, toch wel verrast door de reacties die ik krijg vanuit de raad. Blijkbaar toch op het verkeerde been gezet. Dit is geen document dat gaat over herindeling. Laat ik daar heel helder in zijn. Het is niet aan de orde. Het is een document wat gaat over het verder versterken van de inhoudelijke samenwerking. En dat is een heel logisch gevolg eigenlijk vanuit het feit dat we op bedrijfsniveau met elkaar samenwerken. En de volgende stap is om te kijken van hoe kun je ook op beleidsniveau de verdere inhoudelijke samenwerking met elkaar zoeken. Op economisch niveau. Staat in het document, met voorbeelden erbij genoemd. Op maatschappelijk terrein. Vitaal Vechtdal wordt genoemd. Hoezo verleden? Dit gaat helemaal niet over het verleden, dit gaat over de toekomst. Vitaal Vechtdal, hoe gaan we de zorg inrichten? Hoe komen we aan de voorkant, naar preventie toe? Hoe doen we dat in Hardenberg? Hoe doen we dat in Ommen? Kunnen we elkaar daarop vinden? Dus in die zin denk ik van nou, het is echt een inspiratiedocument. Ik vond het en ik vind het nog steeds een ontzettend mooi document. Dat geschreven is door een professor, zoals gezegd. Waarbij wij hebben gezegd, kijk nou eens vanuit een objectieve bril naar het gebied. Wat zie je dan en hoe gaan we daarmee verder? Nou, dat proces gaan we in. Daar geef ik u gelijk in. Dat is nog niet uitgekristalliseerd. Daar heeft u een punt. Ik denk dat het goed is om daar met een plan van aanpak te komen. En dat we dat ook even delen met uw raad, zodat u ook kunt zien wat er gaat gebeuren. En zoals gezegd, daar gaan we met verschillende partijen willen we praten van hoe gaan we nou verder in dit gebied met elkaar als twee gemeenten. Twee gemeentebesturen. Let wel, heel helder. Twee gemeentebesturen. Niks herindeling. Herindeling is van u, is van de gemeenteraad. Als u daar wat mee wilt, dan moet u de raad in Ommen opzoeken en dan moet u dat met elkaar gaan afstemmen. Dat gaan wij niet doen. Maar wij hebben wel gezegd van de kracht van het samen optrekken, dat heeft ons al veel dingen gebracht. Nou, daar zijn wij sterker door geworden in de regio. We hebben een positie gekregen. Ik wil toch wel een vraag stellen dan. Want
We zoeken de inhoudelijke samenwerking op. Hè? Nou ja, dat lijkt ook logisch, hè, met BOH. Maar we zoeken ook samenwerking op met Coevorden. We zoeken ook samenwerking op met Emmen. We zoeken misschien ook samenwerking op met Zwolle. Met Dalfsen, met de Vechtdalgemeente. Dus daarom noemde ik dat ook die roze olifant. Omdat het uiteindelijk, proef ik daar tot wel het doel uiteindelijk in naar die fusie toe. Wellicht ben ik dan op het verkeerde been gezet in dit stuk. Maar die bestuurlijke samenwerking, die moet wel ergens toe leiden. En of je dan wel of niet met elkaar eens kunt stippen op de horizon of wat dan ook. Maar dat is wel een stuk waar je gaat toch ergens naartoe. Ja, dat is maar de vraag. Sommige mensen reizen de hele wereld over, maar hebben niet echt een doel. En andere mensen die willen van A naar B en die gaan daaraan aan het werk. Dat kan zo zijn. Het kan een doel zijn in de toekomst. Maar daar gaan we ons nu niet op vastleggen. Omdat we zeggen van we hebben in de bedrijfsvoering de samenwerking georganiseerd. We gaan op de inhoud nu kijken hoe we elkaar kunnen versterken. En ja, dat doen we soms met de regio Zwolle. Dat doen we soms met Coevorden. Dat is maar afhankelijk van het onderwerp, van de inhoud die je vindt, waar je elkaar op kunt versterken. Dat heet volgens mij coalities vormen, voortdurend. En dat doen we in deze samenleving, en dat past heel erg in de huidige tijdsbeeld, om elke keer opnieuw te kijken met wie vormen we coalities waarvoor. Als we het hebben over de N340, over de N377, dan zoeken we een coalitie met Ommen, allereerst, om hun te helpen met Varsen. Maar we zoeken ook hun steun om ons te helpen met Balkbrug. Dat doen we ook met Dalfsen en met Zwolle. Maar wellicht gaan we volgende week een coalitie aan met Coevorden om over de 34 iets te gaan vormen. Volgens mij is dat modern bestuur. En dat moeten we met elkaar doen, volgens mij, om te zorgen dat de doelen voor onze burgers gewoon gehaald worden. Dus dat is de achtergrond van dit stuk, voorzitter. Mevrouw Verdoek. Dank u, voorzitter. Als u het heeft op zo'n samenwerking wat economisch of op anders draagvlakniveau noodzakelijk, zouden we geen manifest hoeven te hebben. Dan heb je kortdurende samenwerkingsvormen. Heeft u het dan over, als je het hebt over bestuurlijke samenwerking, dat de beleidsstukken hier naartoe zouden kunnen komen die gelijk liggen voor Ommen en voor Hardenberg om één lijn te kunnen trekken, waarbij de BOH niet twee verschillende beleidsnota's moet maken en dat je dan op die manier samenwerkt? Is dat wat u bedoelt? Want de voorbeelden die u aangeeft net, daar heeft mevrouw Juling gelijk in, dat kan op elke manier van samenwerking, dat geeft u zelf ook aan. En als je het gaat hebben over de N340 of wat dan ook, nou, die samenwerking behoeft natuurlijk niet een manifest. Dus hebben we dan voor de leek, ja, het is een handje klap hoe je het nemen wil, maar als je het hebt over een manifest, hebben we het dan over beleid, waar raden over beslissen die gelijk getrokken zouden kunnen worden. Is dat waar u heen wil? Dat is het, dat kan het zijn. En dat is ook logisch vanuit de gedachte dat je één organisatie hebt. Waarin we hebben gezegd van beleid is tot nu toe allemaal zelfstandig geweest. Maar in de praktijk zijn we de afgelopen 2,5 jaar hebben we al gemerkt dat bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal-maatschappelijk terrein, de 3D's, we eigenlijk Ommen en Hardenberg hetzelfde beleid zo'n beetje hebben gevoerd. Hè. Dus daar hebben we die inhoudelijke samenwerking al heel mooi gevonden. En het is inderdaad waar, wij denken dat als we komen met Ommen, omdat we met Ommen meer delen dan met andere gemeenten, namelijk onze ambtenaren, en dat we daar efficiëntiewinst door hebben gehaald, dat we zeggen van ja, maar dat zouden we nog verder kunnen gaan versterken door op de inhoud ook die samenwerking nadrukkelijker te gaan zoeken. En die inhoudelijke samenwerking, dat leidt ertoe dat je met dezelfde voorstellen naar beide raden kunt komen. Waarbij, waarbij het aan de raden natuurlijk zelf is om te zeggen van ja, dat vinden we een goed idee of dat vinden we gewoon een slecht idee. Maar voorzitter, kan de portefeuillehouder zich dan voorstellen dat als u dit zo zegt, dat juist daarmee het gevoel wordt versterkt, dat dit stappen zijn naar de toekomst toe, ook of dat nou over 2 jaar of over nog een zittingsperiode van de raden heen getild wordt, dat uiteindelijk kleine stappen zijn naar een reële fusie, dat gevoel daarmee gevoed wordt als je het op die manier benadert, of kunt u zich daar iets bij voorstellen? Ja, maar dat is aan de raden zelf, of men dat wil of niet. En ik denk dat het nog interessanter is om te kijken wat de inwoners daarover ervaren. Hoe die daar tegenaan kijken. Maar dat is niet iets, ik heb geen pad voor u uitgestippeld. Dat ik zeg, nou, 2018, dan zou er een herindeling moeten zijn. Dat is niet aan de orde. Dat is niet aan de orde. Echt niet. Ja, meneer Roerholt. Dat laatste punt, voorzitter, is mij inmiddels wel helder. Er is niet een groot plan, behalve dan dat we eerst maar eens even de gesprekken aangaan. Voor mijn begripsvorming dank ik ook mevrouw Van der Hoek.
dat ze die vraag stelde. Want mij is ook inmiddels duidelijk geworden dat het gaat over een strategisch beleidsniveau. Ik ben denk ik dan mogelijk op het verkeerde been gezet door de titel van het stuk, dat het een bestuurlijk manifest is. Wat toch wat lading geeft aan de intentie mogelijk die er dus niet is. Misschien moeten we daar even naar kijken nog. Dan nog wel eventjes de rol van de raad in deze dan. Als je het hebt over een eenduidige strategie op beleid vanuit twee gemeenten, kunnen we niet voorbij aan het kaderstellende van een raad. Die wat ons betreft, en dat hebben we al meermalen in gesprekken hier ook gehad, dat we die graag aan de voorkant willen meepakken. En daarvoor zou je dus ook weer bijna de klokken gelijk moeten zetten met de raad in Ommen, als je wil komen tot eenduidige strategie op beleidsniveau. Of zit er daar ook nog weer ruimte tussen? Dat lijkt mij een wat lastige weg om te manoeuvreren. Nee, dat is niet ingewikkeld volgens mij, voorzitter. Wij gaan de verkenning aan om te kijken op welke terreinen zou je die inhoudelijke samenwerking sterk kunnen maken. Daar hebben we twee voorbeelden van gegeven. Economisch gebied, sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen we met overheidsparticipatie. Maar uiteindelijk is het aan de raad zelf of als er de inhoudelijke voorstellen voorliggen, of u daarin mee wilt gaan of niet. Maar wij denken, gezien de samenstelling van beide gemeenten en het feit dat we al heel nauw samenwerken, dat we daar die efficiëntiewens kunnen vergroten. Maar veel belangrijker nog, een veel sterkere positionering in de regio te maken. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Voorzitter? Ja. Meneer Boersma, die zwaait ook al een tijdje. Ja, ik ben ook wel een beetje verbaasd over de raad nu, maar ik zal het goed zeggen, of proberen te zeggen. Volgens mij hebben we het zelf gevraagd, en ik heb het zeker gevraagd, maar meerdere mensen waren het met me eens, bij de discussie van BOH en ook in mijn algemene beschouwing in juni, aan het college, van kom alsjeblieft met een verhaal hoe die samenwerking meer vormen in elkaar dan alleen maar het BOH-verhaal waarin we een aantal financiële aspecten hebben. Dus ik vind dat we nu de portefeuillehouder aan het aanvallen zijn op iets wat we zelf gevraagd hebben. Ik vind dat het een heel goed stuk is. Ik heb wat procedureopmerkingen gemaakt. Dat maakt die niet te groot. Maar die vind ik dat ik die moest maken, want ik heb ze buiten deze deur ook gezegd. Maar kijk naar het stuk. En het gaat nu een kant uit dat we ergens over praten. Dit doet geen recht aan het stuk. En dat maakt het stuk volgens mij ook een beetje kapot. Dat vind ik heel jammer. Zit. Meneer Oudermond nog even. Dank u wel. Reagerend eerst even op de heer Boersma, is het niet mijn intentie om de portefeuillehouder aan te vallen. Echter alleen maar om wat verheldering te krijgen voor mezelf. Want er wordt gevraagd om commitment op een proces. En dat proces was mij tot voor kort althans niet helder genoeg. Nu is dat meer helder geworden. Heb ik nog even toch die vraag over het kaderstellende van de raad. U zegt van ja, er komt dan een inhoudelijk stuk en daarop kunt u beoordelen. Dat snap ik. Dan is het niet ingewikkeld. Het wordt denk ik ingewikkeld als een raad aan de voorkant gaat zeggen van wij geven u een aantal kaders mee op basis waarvan u een inhoudelijk stuk gaat maken. Ziet u daar ook nog mogelijkheden in een bestuurlijke samenwerking dan? Ik vind het vrij ingewikkeld wat u mij nu vraagt. Daar kom ik niet helemaal uit eerlijk gezegd, heer Roland. Nou ja, laten we het even plat maken dan, als het mag, voorzitter. We hebben het hier meermalen gehad over benen op tafel sessies als forens gaan komen tot een bepaald beleid. En we hebben altijd daarvan gezegd van nou, dat willen we dus doen op onderwerpen die in ieder geval groot genoeg of belangrijk genoeg zijn. Hè? Neem duurzaamheid of wat dan ook. Als je een dergelijke benen op tafel sessie gaat organiseren en van daaruit komen kaders om beleid vorm te geven, wordt het mogelijk wat ingewikkeld als Ommen een andere kaders gaat meegeven voor hetzelfde onderwerp. En daar is mijn vraag op gestoeld. Voorzitter, ik wil voorstellen dat op die onderwerp geen gelijk beleidsstuk komt. Mag ik reageren? Meneer Oudermond, ik blijf herhalen. Wij hebben de meerderheid van de raad aan dit college gevraagd, kom met een stuk. Maar komen ze ermee, dan mag je van mij lek schieten, dat vind ik uitstekend. Maar dan moeten we het niet omdraaien dat we nu alsnog een keer een discussie over de kaders gaan hebben. Meneer Boersma, nee. Ik schiet het niet lek. Ik wil echt verheldering van hoe kunnen wij die samenwerking op een juiste wijze organiseren. En dat is de vraag waarvoor ik nu even zit. Het is een oriënterende ronde. Ik oriënteer mij op dit vraagstuk. Ik schiet helemaal niks lek. Ik ben heel erg groot voorstander van inhoudelijke samenwerking. Het is een informerende ronde, hè? Even voor de duidelijkheid. Mevrouw Juling. Ja, meneer Boersma, we hebben dan misschien wel om een stuk gevraagd, maar ook een stuk waar we over kunnen praten met elkaar. Dus het manifest is ondertekend, het ligt hier. U zei zelf nog, ik ben met één zin ben ik niet zo gelukkig.
Nou, als we dat van tevoren met elkaar hadden kunnen bespreken, dan had er wellicht misschien een ander soort zin in kunnen staan. Dan hadden we wellicht op een andere manier. Ik had graag met elkaar, dat stapje mis ik gewoon van, hadden we met elkaar over kunnen praten. Mevrouw Juring, dat proces, die opmerking, die deel ik met u. Alleen, het ging net, het laatste kwartier, ging het over andere dingen dan het manifest. En daar vroeg ik aandacht voor. Van, ga dan terug naar het manifest en wat erin staat. Dat bedoel ik, want het daaide nu helemaal uit. Goed, ik wil langzaam maar zeker rond. We hebben het inderdaad dus over het manifest. Dat was ook de reden waarom ik net dus de discussie afkapte. Omdat wij ineens op een ander onderwerp overgingen voor mij. Wellicht dat ik dat wat stevig deed, excuus daarvoor, maar ik vond het wel belangrijk om dat te doen, omdat we volgens mij over het manifest praten. Over het manifest, tweede termijn, wie heeft er behoefte aan? Trek mij terug nu. Excuus, ik dacht dat u al klaar was. Maar dat... Oh, ik zou klaar kunnen zijn. Maar ik dacht, nou, ik ga heel langzaam terug uit de ring. Maar die heer maar die zag het. Als u nog niet klaar was, heeft u uiteraard volop droomd. Ja. En voorzitter, ik wilde nog even kort reageren op meneer Boersma, zodat de portefeuillehouder ook verder kan zonder onderbreking als mag. Nou, heel kort dan, ja. En dan de portefeuillehouder. En dan wel eens de tweede termijn. Ja. Voorzitter, ik heb over het manifest inhoudelijk nog geen enkele reactie gegeven. Het was voor mij wel noodzakelijk binnen de fractie om beeldvorming te krijgen waartoe het proces zou moeten leiden. En dat was de vraag. Het is op geen enkele manier een poging om het stuk leg te schieten. Zoals ik al zei, op de inhoud van het manifest heb ik nog niet gereageerd. Goed. De portefeuille, was u al klaar? Ik herinner me dat er nog een vraag lag vanuit de fractie van het CDA. En dat gaat over hoe het in Ommen is gevallen. En dat hebben we natuurlijk ook in de media wel kunnen zien en lezen. Maar even vanuit de bestuurlijke hand, zoals die tot mij is gekomen van mijn collega. Vorige week donderdagavond is het stuk aan de orde geweest in Ommen. Daar is ook zijn kritische kanttekening ook geplaatst. Maar wel is gezegd van, nou, het is positief om dit proces in te gaan. En de kritische kanttekening hadden betrekking op ook ja, het herindelingsverhaal. Hè. Het mag geen dit document mag niet leiden tot herindeling. Dat is een beetje de algemene teneur in Ommen zoals die leeft. Daar kunnen we gewoon helder in zijn. En de raad heeft daar gevraagd om ook het proces, zoals dat mondeling is toegelicht door de portefeuillehouder daar, om dat ook als een soort plan van aanpak in ieder geval ook even langs de raad te laten gaan, zodat ze ook weten dat het wat meer geconcretiseerd wordt en helder is van, nou, wat ga je nu precies doen? En nogmaals, vanuit onze beide colleges hebben we gezegd van, we timmeren niet aan de voorkant dicht, want we staan nog maar net aan het begin van het hele proces van die verkenning van, hoe ga je die inhoudelijke samenwerking nou verder doen? En we hebben eerst even willen ophalen van, nou, wat zijn nou de reacties zo in zijn algemeenheid, zonder dat het tot een besluitvorming hoeft te leiden. Het is een heel mooi, licht proces waarin we nu van start gaan en waarin we heel graag de raad aan de voorkant mee willen nemen. Dat gaan we op deze manier doen. Dus in die zin is er in Ommen heel vergelijkbaar over gesproken. Dat was het, voorzitter. Dank. Oké, dan ga ik nu de vraag stellen of er behoefte is aan een tweede termijn. Mevrouw Juring, Botter, Bak, D66 niet? Wist u niet? Nog niet. Kan veranderen. Nou, dan gaan we weer erom naar. We gaan de andere kant even hier langs. Mevrouw, meneer Boersma. Ja, jullie brengen mij helemaal van mijn apropos. Meneer Boersma. Dat is niet zo erg hoor. Ik heb twee hele concrete vragen aan de portefeuillehouder. Allereerst, klopt het dat ik hem heb horen zeggen, en ik vraag het echt, dat hij zei van, wij komen met een procesbeschrijving en dan kunnen jullie daar nog eens naar kijken. En dan is mijn tweede vraag eraan gekoppeld. Of wat voor termijnen. Ik had het even over 14 dagen, maar hoeveel moet mij niet over 14 dagen, maar kan ik er wel verwachten als één. En de tweede, ik zou het wel op prijs stellen als je toch nog even reageert, en niet om me gelijk te halen op het woordje nog wat ik noemde, want ik vind het toch wel eerlijk om dat nog even terug te doen. Meneer Bak. Dank u voorzitter. De eerste vraag die is eigenlijk al gesteld door de heer Boersma, ook procesmatig van wanneer kunnen we het een en ander verwachten. Blij in ieder geval met de toezegging voor het plan van aanpak. Wat ik verder nog wel wil meegeven is dat samenwerking ontstaat vaak spontaan. Laten we niet te veel druk leggen en laten we kijken waar het naartoe gaat. Meneer Botter.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die we hadden was inderdaad ook dezelfde vraag van de heer Boersma. In tweede instantie ook gevraagd door de heer Bak van de VVD. Officieel besluitdocument is het niet. Er worden geen echte zware dingen aan de raad gevraagd. Maar voor de zuiverheid willen wij toch vaststellen als fractie van Op Koers.nu dat wij kennis willen nemen van het document wat thans voor ligt. Maar commitment op het proces is het antwoord nee. Daar geven wij op dit moment geen commitment aan. En dat punt willen we graag helder maken bij deze. Dat is dan gelukt. Mevrouw Jurik. Ja, voorzitter. Ik heb bij commitment gekeken. Er zijn geloof ik 5 verschillende uitleggen van. Eén ervan is ook betrokken. En nou, dat past wel bij onze partij. Wij willen betrokken worden bij het verdere proces. En ja, wij willen ook eerder betrokken worden als raad daarbij. Dat hebben we al een paar keer gezegd. En een manier van, nou, zo gaat het proces straks. Daar wil ik echt duidelijk in zien dat dan de raad ook echt aan die voorkant ook kan spreken over een stuk als een bestuurlijke manifest. Om duidelijk te laten zien van gemeente, wij zijn de gemeenteraad van Hardenberg. Wij voeren ons eigen, we stellen onze kaders en we voeren ons eigen beleid nog. En dat willen wij graag nu nog zo houden. En voor het overige vragen zijn gesteld. Reactie vanuit het college. Dank u wel, voorzitter. Nou, in het kader van het procesplan van aanpak wat in uw richting zou komen, zitten we te denken toch aan een periode van een maand. We willen echt zeg maar in april, nog voor de zomervakantie, toch een eerste stap hebben gemaakt. We hebben ook genoeg andere dingen aan onze fiets hangen, maar we hebben wel gezegd, we willen het nu wel door. Dit proces voor de zomervakantie oppakken. Dus ik denk dat ik u kan toezeggen, met een maand ongeveer, dat er dan een plan van aanpak in uw richting komt ter kennisneming. En daarin zou wellicht ook iets kunnen zitten dat u zegt wij willen betrokken worden, want dat woord commitment, dat is eigenlijk, betrokken is het mooie woord, zoals mevrouw Juling ook zegt, van we willen betrokken worden bij dit proces. En waarom zou het niet mooi zijn om in dit plan van aanpak of in dit proces ook een sessie met de Raad van Ommen samen te organiseren? Om eens te kijken van hoe kijken we nou daar als raden tegenaan? Dus ik daag u uit om daar misschien nog iets van te vinden of te zeggen van goh, dat is een goed idee. Dus laat die beide raden eens met elkaar gaan praten over dit bestuurlijk manifest. En het woordje nog. Terecht dat u zegt van ik heb daar een opmerking bij. Maar ik zeg u wel, heer Boersma, het glas kan half leeg zijn en het glas kan ook half vol zijn. Want u kunt het ook beschouwen als iets van, de kerken hebben hier in deze regio gewoon nog een positie. In plaats van nog zoals u hem formuleert. Dus u kunt hem naar twee kanten uitleggen en ik ben een optimist van huis uit. Dus ik leg hem vooral in de laatste zin uit. Dank u wel. Ik waardeer dat u een optimist bent, dan blijft dat vooral. Maar in de Nederlandse taal, dat hier het woordje nog betekent van over een paar jaar niet meer. Maar goed, ik heb mijn punt gemaakt. Ik vind het jammer, maar dat is niet anders. Helder. Nou, voorzitter, misschien een laatste nabehandel vanuit CDA nog. We hebben ons niet zoveel op de inhoud geroerd. En dat komt eigenlijk omdat wij wel positief zijn over de inhoud. En willen we daar ook complimenten voor richting het college overbrengen. En misschien is een uitje in het kader van duurzaamheid wel een eerste stap om eens over het manifest te hebben. Goed, alle opmerkingen over het proces kunnen eventueel meegenomen worden in het plan van aanpak wat de college dus gaat maken. Wil ik eigenlijk dit onderwerp afsluiten en doorgaan naar de bespreekstukken. En dat is een bespreekstuk dat eigenlijk op de agenda is gezet door de Partij van de Arbeid. Dus ik ga ervan uit dat meneer Jonkans in elk geval het woord wil voeren. Maar zijn er nog meer fracties die dat willen? Nee, dan meneer Jonkans het woord. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de ingekomen brief van het burgerinitiatief Stop het dumpen van afvalwater in Noordoost-Twente vragen wij uw aandacht voor het volgende. Vorig jaar april werd in Noltheme een lek ontdekt in de pijpleiding van de NAM. Op deze manier werden velen van ons pas gewaar waar deze leiding toe dient en wat erin vervoerd werd. Via Holtheme, Den Velde, Raardewijk, Bruchtenveld en Kloosterhaar ligt een zeer groot deel van deze leiding in onze gemeente. Inmiddels bereiken ons berichten dat de NAM de buis wil repareren en dagelijks weer 4 miljoen liter afvalwater de grond in wil pompen in Twente.
die 4 miljoen liter, dat zijn ongeveer 150 tankauto's per dag die onze gemeente passeren. Dit vervuilde water bevat olieresten, chemicaliën, zouten, anticorrosiemiddelen en nog meer onverkwikkelijks. Naast vervuiling van de ondergrond in het Twentse vergroot deze activiteit volgens deskundigen ook de kans op aardbevingen en lekkages. De Partij van de Arbeid is met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief eens dat dit geen wenselijke gang van zaken is. We hebben daarvoor de volgende redenen. Inmiddels heeft de NAM de term afvalwater vervangen door de term productiewater, terwijl het hetzelfde spul is. In Nederland is het een goed principe dat afvalwater gezuiverd wordt en geschikt gemaakt wordt voor hergebruik of na zuivering door het waterschap een dergelijke kwaliteit heeft dat het kan worden geloosd op het oppervlaktewater. Die regeling geldt zowel voor burgers als voor bedrijven en die betalen het waterschap daarvoor, want immers de vervuiler betaalt. 2. Het gebied waar de injectie plaatsvindt overlapt met het intrekgebied van de drinkwaterwinning Te Mander. De VWIN, de Vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland, geeft aan dat dit zeer risicovol is en zou moeten worden uitgesloten in alle gebieden die voor de huidige of toekomstige drinkwatervoorziening bestemd zijn. En tot slot, we bevinden ons in een energietransitie, waarbij we de afhankelijkheid van fossiele energiedragers zullen moeten afbouwen. Dat is ook in Parijs onder andere gezegd afgelopen december. Het is dan voor de hand liggend die winningen te sluiten die voor onaanvaardbare risico's zorgen voor veiligheid, milieu en de drinkwatervoorziening. De winning in Schonebeek heeft dit effect in Twente via die waterleiding. En mogelijk ook in Hardenberg getuigen de eerder geconstateerde lekkage in Holtemen. Bij de volgende raadsvergadering willen we graag een motie indienen over dit onderwerp, waarin we het college vragen hier actie op te nemen. Graag willen we van de fracties in onze raad weten wat het draagvlak voor deze motie is. En we willen hen ook vragen om mee te denken over de inhoud. Dank u wel. Wilt u daar nu een reactie op van de andere fracties? Nou, dat zal erg mooi zijn. Nu we het toch zijn. Mevrouw van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik heb natuurlijk deze brief ook gelezen. En als GroenLinkser was ik voornemens om dit bij de ingekomen stukken een vraag richting het college te stellen. Ik heb twee vragen aan Partij van de Arbeid. Is dit ter ondersteuning van het burgerinitiatief in Twente, waarin we zeggen pas op, dit gebeurt? En dat is vraag 1. Twee, in hoeverre bent u op de hoogte van de activiteiten die Provinciale Staten hier gezamenlijk inneemt, omdat het de hele provincie betreft? En zouden wij hiermee niet iets kunnen doorkruisen daar waar het proces al langdurig loopt? Want mijn vraag richting college was, hoeverre zit het college hier bovenop met de risico's die voor onze gemeente zouden gelden? En ik moet u heel eerlijk zeggen, ik kan het echt niet nalaten. Het voelt toch wel een heel klein beetje als symboolpolitiek. In die zin, is dit nou het moment waarop wij dit signaal met elkaar ter ondersteuning van Twenterand zouden moeten doen? Nou, om op dat laatste terug te komen en er gelijk maar in te gaan, nee, niks symboolpolitiek. Ik bedoel, het water loopt er nu nog niet door, maar ze gaan de boel repareren. Dus nu is het moment om te zeggen van beter van niet. Afstemming met andere overheden en de provincie lijkt me heel verstandig. En uw bijdrage zie ik daarin ook graag tegemoet. En of dit een ondersteuning is voor de mensen in Twente, dat lijkt me wel. Maar wij kunnen daar zelf ook een plan op trekken om naar richting de minister te gaan en daar aandacht voor te vragen. Voorzitter, mag je terugreageren? Ik weet dat Provinciale Staten met NAM-dossier ontzettend druk bezig is om dit boven tafel te krijgen. En de NAM is voornemens voor uw informatie om inderdaad te kijken naar waar eventuele leidingen gerepareerd zouden moeten worden. Maar die locaties zijn nog niet expliciet helder, omdat het heel moeilijk te overzien is waar de poreuze leidingen zouden lopen. Dus ik stel voor in eerste instantie om het college te vragen wat de stand van zaken is, of wij hierin zouden kunnen bewegen en wat wijsheid is voordat we volgende week met een motie komen. Voorzitter. Ja, meneer Bak. Ik ben vanavond wel een beetje procedureel misschien, maar vergeef me dat mensen. Maar volgens mij
zou ik toch liever nu eerst de tekst van de motie afwachten, alvorens we nu zonder textuele toelichting met elkaar te discussiëren over een inhoud die we eigenlijk al net niet weten. Dus ik vind het wel heel erg lastig om nu positie te bepalen van wat we moeten gaan doen. Dus mijn voorstel zou zijn om toch eerst de Partij van de Arbeid op de normale manier de motie te laten uitwerken, daar steun voor te zoeken. Dan staan wij in ieder geval als VVD open voor het gesprek daarover en kunnen we dit wat vlotter afronden, wellicht. Meneer Bak, vindt u dan wel goed dat college... Sorry, voorzitter. Zou meneer Bak het goed vinden dat het college in ieder geval nu, als het kan, antwoord geeft over de stand van zaken, zover zij op de hoogte zijn in afwachting van de stappen van Partij van de Arbeid? Dat lijkt mij, als we zometeen de eerste termijn hebben afgemaakt, de normale gang van zaken. Ik zag meneer Van der Valk ook nog zwaaien. Ja, ik wou me eigenlijk even aansluiten bij mevrouw Van der Hoek. Eerst maar eens even de reactie van het college afwachten. En een motie die er ook nog niet ligt, vind ik ook moeilijk om daar nu al uitspraak over te doen. Oké. Heeft het college behoefte om te reageren? En zo ja, ik zie meneer De Vent op. Dank u, voorzitter. Ja, misschien is het goed om onderwerp wat al langer inderdaad speelt en wat in de provincie nogal wat voeten in de aarde heeft, om maar even die termen te blijven. En waarbij ook heel veel partijen op dit moment betrokken zijn, ook vanuit provinciale staten, wat mevrouw Van Hoek heeft aangegeven. Ik weet ook dat de gedeputeerde heel druk is met het onderwerp. Ik zou een voorstel willen doen om u even een kort een overzicht te geven van hoe nu het proces verloopt op dit moment. En wat daarin de beslismomenten zijn over het wel of niet meer in gang brengen van het productiewater of afvalwater. Zoals meneer Jonkans zegt. Dus volgens mij is het handig, en dan kunt u zich ook voorbereiden op uw eventuele motie, om even een soort weergave te doen in het kort, maar dat doe ik dan schriftelijk naar u toe, van waar we nu staan in het hele traject. En wie bijvoorbeeld ook de bevoegdheid heeft om daar een beslissing over te nemen, maar ook u te duiden op het onderzoek wat op dit moment plaatsvindt over nut en noodzaak van deze afvalwaterinjectie. Dus dat heeft nogal een impact. Er zijn ook heel veel partijen nu bij betrokken. En ik denk dat het goed is dat we dat even heel kort en krachtig in een kader voor u zetten, zodat u dan nog kunt afwegen van nou, is het nu voor ons voldoende om wel of niet die motie in te dienen. Zullen we hem dan in eerste instantie als bespreekstuk aanhouden en mocht de schriftelijke beantwoording van de wethouder dusdanig zijn, dan kunt u altijd nog aangeven dat het een hamerstuk kan worden als tenminste de rest van de raad ook dit als hamerstuk dan ziet. Dat lijkt me een goed voorstel. Nou, dan gaan we dat doen. Dan gaan wij naar de hamerstukken, althans de agendacommissie schatte het in als hamerstuk. Kunt u daar mee leven, agenda punt 5? Meneer Bak? Ik wil daar graag een vraag bij stellen. Dat mag. Dat staat ook wel in de toelichting. Daar staat bij argumenten, even zoeken nu hoor. Nou, ik zie het zo niet exact meer staan, maar goed. Waar het om gaat is dat de Raad van State onlangs een uitspraak heeft gedaan wat toch wel redelijk een bom heeft gelegd onder de plattelandswoning. En dat gaat met name over luchtkwaliteit. En mijn vraag ook even aan de portefeuillehouder is van in hoeverre kan dat nou roet in het eten gooien in dit toch al wat rommelige dossier? Dus met andere woorden, het voorstel dat nu wordt gedaan, is dat een blijvend voorstel of lopen we daar risico's dat die plattelandswoning op basis van de uitspraak recentelijk van de Raad van State alsnog verworpen gaat worden in de procedure? Nou, voorzitter, even te kijken, hadden we dit niet bij het vaststellen van de agenda aan de orde moeten hebben? Dan heb ik een procedureel foutje gemaakt, meneer Stelstra. Ja. Dan vraag ik of dat met u goedvinden behandeld kan worden. Voorzitter, als je 1 keer 60 bent, dan lap je sommige procedures misschien wel een beetje aan mijn laars. En vandaar dat ik graag antwoord geef op de vraag. Wij hebben een uitspraak van de Raad van State en daar hebben we naar te dealen. En dat is een plattelandswoning toekennen. En als er verder niemand op ageert, kan dat van kracht blijven. Zo werkt dat. Ja, dus ik zie geen enkele reden om nu vanwege een eerdere uitspraak iets te doen. Omdat dit een uitspraak is van de Raad van State die nog van later datum is. Ja, inmiddels is geloof ik alweer een uitspraak ergens. Maar wij hebben niet de behoefte om daar nu in te acteren. Omdat wij niet anders doen dan de uitspraak van de Raad van State opvolgen. En er zijn geen zienswijzen of iets dergelijks ingediend. Ja? Er is geen beroep aangetekend, dus.
Oké, dan wou ik hier bij dit agendapunt ook afronden. En kan het dan een hamerstuk worden, meneer Bak? Ja. Dat vindt de rest ook. Dan gaan we dat als zodanig noteren. Agendapunt 6, lijst ingekomen stukken. Kunt u daarmee leven zo? Ik zie geen opmerkingen. Dan is dat mooi dan. Dan gaan we naar de rondvraag. Wie of wie? Ik zie twee vingers. We beginnen bij D66, mevrouw Hansen. Dankjewel. Het is een avond van de procedures, maar ik kom even terug op agendapunt 4. Er is na afloop van de behandeling niet gevraagd of dit stuk op de volgende vergadering terug moet komen. Als het was een informerend stuk, zoals gezegd. Als het een bespreekstuk was geweest, dan hadden we dat zo gemoeten over procedures dus gesproken. Dus ik denk dat we in deze toch de goede procedure hebben gevonden. Okay. Ja, ik ging het twijfelen naar aanleiding van de inhoudelijke behandeling. Van zitten we nou... Ja, nee, maar zo zit het dus. Oké, dankjewel. Meneer Dogger. Dank u wel, voorzitter. We hebben hier goed gebruik om niet te veel op individuele casus in te gaan. Toch wil ik nog even aanhaken bij het inspreken van de heer Bron. Want ik heb het idee dat daar een aantal facetten aan zitten die toch misschien wat breder spelen als alleen de situatie die hij hier heeft geschetst. En ik zou graag het college willen vragen om daar toch een misschien wat bredere notitie aan de raad te doen toekomen hoe zij in deze situaties met deze vragen omgaan. Want dat zal waarschijnlijk ook misschien bij meer organisaties kunnen spelen. Dat is dus een verzoek in de rondvraag aan het college. Korte reactie vanuit het college? Kan dat? Meneer Jansen. Dank u wel. Ik ben daarin als wethouder een tijdje geleden inhoudelijk bij betrokken geraakt, omdat wij een 20-tal vragen kregen op het dossier van ongeveer 200 maatschappelijke gebouwen, maatschappelijke incoherente gebouwen, dat is de categorie. Van die 20 bezwaren, dus misschien wel aardig om dat nog even in de tussenzin te zeggen, zijn een stuk of 14 gehonoreerd en bijgesteld. Maar het gevolg daarvan is wel geweest dat we gezegd hebben, we willen het toch eens even nader bekijken, ook eens consequenties voor bijvoorbeeld stichtingen die allerlei maatschappelijk nuttige dingen doen. En ik krijg daar binnenkort een notitie over in het college. En dan zullen wij daar in het college voor het eerst over spreken. En dat zou er zomaar toe kunnen leiden dat er dan vervolgens een notitie ook in uw richting gaat met een idee hoe wij daarmee omgaan. Voorzitter, mooi. Dank voor het antwoord. Ik zou nog even één aanvullende vraag willen stellen, want het is ook geopperd door de heer Bron, of met name een soort vrijstellingsregeling, of die in elk geval ook bekeken wordt en de opties worden onderzocht, of die ook in dat stuk van het college zit. Dan loopt u vooruit op wat daarin zou komen staan. Het zou, maar dan ga ik even persoonlijk reageren zonder dat ik nog een stuk van mijn ambtenaar heb gezien. Het zou niet zomaar mijn voorkeur hebben om bepaalde categorieën een vrijstelling te geven voor het betalen van OZB. Want wie doe je dan wel, wie doe je dan niet? Dan zou ik bijna uw argumenten kunnen gebruiken. Als het nodig zou zijn, kijk, het heeft te maken met een nieuwe manier van OZB heffen, die wij opgedragen hebben gekregen van de waarderingskamer, omdat wij naar een andere manier van OZB moeten, juist voor deze categorie. Want de manier waarop wij het deden en waarschijnlijk onze gebouwen en stichtingen bevoordeelden, dat mag niet meer. Dan zou je eerder moeten kijken of je bepaalde clubs, ik zit me te bedenken nu, misschien wat meer subsidie zou moeten geven om ze hiervoor te compenseren of zoiets. Maar dat is volgens mij is niet de koninklijke weg om te zeggen, de een betaalt wel belasting en de ander betaalt niet. Nou, u geeft zelf een aantal opties aan en ik denk dat u daar vast in de notitie wel op terugkomt. Oké, dank u wel. Dan was dit wat mij betreft de rondvraag en dat is meestal het laatste agendapunt volgens de procedure. En over procedures gesproken, er is zometeen een, normaal gesproken is er een borrel na afloop. We hebben een alcoholvrije borrel vandaag, dus dat is dan ook iets anders en dat past misschien wel een beetje in deze avond. Maar ik ben daar wel van harte voor uitgenodigd, dus geniet ervan.